Hoi hoi en welkom bij een nieuwe Boekflash. Vandaag heb ik voor jullie Schaduw van de Tijd door Jen Minkman, uitgegeven door Dutch Venture Publishing. Het verhaal gaat over Hanna. Hanna is een stagiair docent, heeft haar eerste jaar achter de rug en gaat genieten van haar vakantie. Dit gaat ze doen samen met haar broer Ben, haar tweelingsbroer Ben, en ze gaan naar de blokhut van hun moeder in St. Mary's Porch in Arizona. Maakt niet uit. Zij zijn daar vroeger vaker geweest met hun moeder. En daarvan kent Ben ook nog Josh, omdat dat vroeger een jeugdvriend van hem was. Ook nu maakt Hanna opnieuw kennis met een oudere, volwassen Josh. En daar blijken haar gevoelens toch wel drastisch gewijzigd te zijn. Ze heeft dus meer gevoelens voor hem en er ontstaat een klik tussen hen beiden. Josh heeft na zijn Vision Quest, de overgangsrite als puber eigenlijk, heeft daar toch een aantal dingen gezien en is in de leer gegaan bij de medicijnman Sani. Wanneer Hanna daar even is en Josh ontmoet heeft, begint ze opeens heel raar te dromen. Ze krijgt de hele tijd stukken van de geschiedenis in haar dromen van het Navajo-reservaat. En daar blijkt toch niet helemaal iets mee pluis te zijn. In die zin, ze worden steeds enger en enger. Wanneer Hanna dan ook nog eens drie entiteiten rond haar heen voelt, in die zin, op verschillende momenten ziet ze ook effectief een groepje telkens van drie personen of andere vormen die haar precies in de gaten houden. Ook hoort zij op de achtergrond coyotegehuil. Nu, dat belooft natuurlijk niet veel goeds. Zij en Josh gaan op zoek naar wat het zou kunnen zijn. En dat lees je verder in dit boek. Schaduw van de Tijd door Jen Minkman. Veel leesplezier! Jullie weten het, als jullie de video leuk vonden, duimpje omhoog. Abonneren kan altijd hieronder. En ik zie jullie de volgende keer. En dankjewel voor het kijken. Houdoe!